We laten nu zien hoe je een werkstuk rechtstreeks in een open vuur kunt bakken, waarbij je dus helemaal geen dure oven hoeft aan te schaffen. Voorwaarde is dat je het werkstuk maakt van een schokbestendige klei die veel chamotten bevat. Alle soorten hout die je ook in de open haard gebruikt, zijn geschikt. We gaan nu het vuur aanmaken en daarbij gaan we de potten, de voorwerpen, eerst drogen. Met een aanmaakblokje gaat dat altijd heel handig. Hopelijk. Het gaat er nu vooral om dat de werkstukken goed gaan drogen. Zet de werkstukken dus rond het vuur zo warm dat je nog met je hand eromheen kunt. En laat ze dan een uurtje goed drogen. Draai ze ook elk kwartier, zodat ze ook van alle kanten drogen. Hier zie je duidelijk aan de vochtige plek dat dit werkstuk nog heel erg vochtig is. Dus als het nu in het vuur zou worden gedaan, dan springt het onmiddellijk stuk. We zullen nog wat hout erop doen. Hou er rekening mee dat een werk dat voor mij wat al 5 jaar oud is, dat er toch vocht in zit. 1% van het gewicht bestaat namelijk uit vocht, ook al denkt u dat het droog is. Als je deze manier van drogen te omslachtig vindt, dan kun je ook het volgende doen. Je kunt de werkstukken in een elektrische pottenbakkersoven zetten en je laat het daar bijvoorbeeld verwarmen tot 100 graden. En na enkele uren is het vocht er helemaal uit en dat kun je goed controleren met een brillenglas of gewoon een stuk spiegel of glas. Als het beslaat, dan laat het in de oven staan. Als het niet beslaat, dan kun je het eigenlijk onmiddellijk in het vuur stoppen. Een andere mogelijkheid is dat je het bijvoorbeeld in een keukenoven laat drogen op 100 graden. Dus alleen met verwarming kun je het laatste vocht uit het werk krijgen. Als ik bijvoorbeeld een werk hier neem en dit staat al een hele tijd daar en het is voor ons zeg maar droog, dan is het echt niet droog. Als ik dit nou koud zo in het vuur zet, dan zullen we zien dat het vrij snel stuk zal springen. Dus wil je liever niet dit soort resultaten, laat het dan heel goed voordrogen. We zijn nu een uur verder en ik heb het vuur een beetje uit laten gaan. Ik ga nu het hout op de gloed leggen. Plankjes en nou ja, welk hout, het maakt allemaal niet zoveel uit. En ga nou de werkstukken erop zetten. Natuurlijk, als het te warm is, moet je even de handschoenen pakken.
Nu ga ik het dichtstapelen met hout. Dus ik leg er zoveel hout op dat ik uiteindelijk de werkstukken niet meer kan zien. Nu laten we het lekker zo branden. En dan zullen we wel kijken als we een 20 minuten verder zijn hoe het dan is. Nou, we hebben flinke vlammen zoals u ziet en hoge vlammen, dat wil nog niet alles zeggen, want die hoge vlammen, dat is een temperatuur van 500-600 graden, maar we moeten vooral gloed hebben en de gloed rond het werk, die zorgt voor een temperatuur tussen de 800 en 1000 graden, wat je gewoon in een open vuur kunt bereiken. Omdat er diverse temperatuurgebieden rond een werk zitten, dan krijg je ook allerlei kleurschakeringen op je werk. Ik ga even een beetje terug, want het wordt een beetje te warm. Langzaam maar zeker wordt het vuur kleiner en u heeft nou eigenlijk de keuze uit twee mogelijkheden. Of u laat het vuur gewoon uitgaan en na enkele uren haalt u het werk eruit. U kunt ook nu het werk eruit halen en er nog decoraties op aanbrengen. We laten nu het inbranden van paardenharen zien. Als je gloed ziet, dan is het meer dan 500 graden. De klei neemt de rook vooral tot zich tussen 300 en 500 graden. Daarom wachten we tot de gloed vrijwel helemaal uit het werk is verdwenen. En we leggen er een paardenhaar op. Daarna dompelen we het werk in het water. Wil je graag wat glans op het eindresultaat, wrijf dan het werk in met bijvoorbeeld bijenwas. Wij brengen hier de glans aan met dichtingsmiddel. Je kunt met vele materialen aan de slag om decoraties op je werk aan te brengen. Wil je in werk helemaal zwart hebben, bedek het dan met zaagsel. En na 5 minuutjes roken krijg ik dit resultaat. Veel plezier met het bakken in een open vuur.